De Vlaamse UNESCO-commissie is het aanspreekpunt voor UNESCO in Vlaanderen en behartigt daar ook de dossiers die voor UNESCO zo belangrijk zijn. UNESCO is in 1945 opgericht in de schoot van de Verenigde Naties uit de ervaring van twee vernietigende wereldoorlogen. Essentieel voor UNESCO is dat geweld en oorlog ontstaan in de hoofden van de mensen en bij gevolg moeten we vrede opbouwen ook in de hoofden van de mensen. UNESCO doet dat op vier domeinen: onderwijs, wetenschap, cultuur en erfgoed en media en communicatie. De Vlaamse UNESCO-commissie is het officiële aanspreekpunt voor advies en informatie over UNESCO in Vlaanderen. De commissie ondersteunt netwerken, experten, werkgroepen en comité's, activiteiten en uiteraard ook de erkenningen bij UNESCO in Vlaanderen. UNESCO is voor mij bij uitstek de plek, het platform waar je over de domeinen heen, over de grenzen heen, andere expertise kunt aanspreken en op die manier ook effectief in de praktijk een geïntegreerde aanpak kunt bewerkstelligen. UNESCO is een echte gamechanger geweest voor mijn werk rond immaterieel erfgoed. Het heeft de neuzen wereldwijd in dezelfde richting gezet om samen te werken rond het borgen van immaterieel erfgoed. Door op het forum van UNESCO te mogen komen, heb ik gezien hoe essentieel het is. Mensen die samenwerken, verbinding tussen mensen. Dat is voor mij de betekenis van UNESCO, zowel in mijn persoonlijke leven als professioneel.